De Nationale Assemblee heeft vandaag de bespreking van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 van crisisbeheersing naar transformatie van de economie voortgezet. Zowel de coalitie als de oppositie plaatsten kritische kanttekeningen bij dit plan. Tijdens de spreekbeurt van het lid Karel Breeveld waren er tal van interrupties. Het lid Raymond Sapoen legde de nadruk op de benadering van de urgente problemen van ondernemers in de onderwijssector. Het lid Amzat Abdul benadrukte dat de anticorruptiewet nu eindelijk afgerond moet worden. Het lid Gregory Rusland gaf aan dat Breeveld heeft gesproken over de ruimte die de regering zou hebben bij de personele invulling van ambtenaren, omdat er geen instructies van het IMF hierover zou zijn. En mijn vraag is naar de regering toe. Als er door het IMF natuurlijk geen duidelijke instructies gegeven van je moet mensen afvloeien, maar als men geen instructies heeft gegeven dat de totale loonsom een bepaald percentage niet mag overschrijden. En dat dat percentage op dit moment lager is dan op dit moment geldt. Dat betekent dat men je zegt van luister, je kan doen wat je wil, zolang je binnen een bepaalde marge bent. En daaruit zullen wij de consequenties moeten halen, omdat, zoals een oud-minister vaak zei, als het niet uit de lengte komt, moet het uit de breedte komen. Dat betekent dat jij als regering zelf gaat moeten bepalen of je zal mensen moeten afvloeien, of je zal de salarissen terug moeten brengen om binnen die marge van het IMF te blijven. Ik wil weten als dat inderdaad zo is vanuit de instructies van het IMF. Het lid Breeveld gaf verder aan dat het heel belangrijk is om bij de toerisme sector aandacht te besteden aan de actoren in het veld. Er gaat namelijk veel positieve energie van hen uit. Ten aanzien van studenten die in het buitenland studeren, vroeg Breeveld dringende aandacht van de regering voor dit vraagstuk. Vooral de studenten die in China studeren en niet terug kunnen keren omdat er geen werk voor hen zal zijn. Afgestudeerde studenten die blijven hangen in China, Hongkong en zo, omdat er hier geen plaats voor hen is. Ze maken contact met de ministeries en het schijnt dat vanuit onderwijs de dingen niet lopen. Dus misschien van hieruit een beroep aan het ministerie van Onderwijs, de regering ook als in zijn totaliteit. Laten we zuinig zijn met de mensen die we hebben uitgestuurd, omdat daar zoveel geld op is geïnvesteerd. En de mensen weten niet of ze terug kunnen en een plek kunnen krijgen. Dus graag hier antwoord op. Naast dus de vraag van de heer Sharman om het aantal. De heer Belfort heeft het met name over de medische zending. En ik denk dat het wel op zijn plaats is, voorzitter, om hier aandacht aan te besteden. En dat de regering echt reageert. Want het bericht heeft ons inderdaad bereikt dat de zorg voor de mensen in het binnenland in sommige opzichten is stopgezet. En het gaat niet erom om een stuk sensatie hier te bewerken, maar het gaat er wel om dat de regering ons beantwoordt, want de medische zending zit in grote problemen. Dus de opmerking van de heer Belfort is zeker zeer valide. Mevrouw Matura had het over krachtig leiderschap. U heeft daarin al antwoord gegeven. Meneer Rusland die heeft het onder andere over het feit dat de loonsom, ja, wat is de marge, wat niet mag worden overschreden, de IMF-marge. Dat zou interessant zijn om te weten als die er bestaat, kan de regering daar ook op ingaan. Want dat kan een indirecte manier zijn natuurlijk om je personeel onder controle te krijgen. Het lid Karel Breeveld vandaag in het parlement bij de behandeling van het stabilisatie- en herstelplan van de regering.